De acties van de bushouders van het Nationaal Vervoerbedrijf NVB gaan onverkort door. De ondervoorzitter van de OBS, Ivan Boon, zegt dat de bushouders van de NVB aangesloten zijn bij de organisatie van bus- en boothouders, OBS. De OBS wacht nu op de regering om de afgesproken subsidieverhoging van 25% met terugwerkende kracht uit te betalen. De NVB-bushouders hebben slechts de subsidie over de maanden maart en april ontvangen. De afspraak was dat over de maanden augustus tot en met november van het vorig jaar een verhoging van de subsidie met terugwerkende kracht zou worden uitbetaald. Zolang dit niet geschiet, blijven de NVB-bushouders in actie, zegt OBS-ondervoorzitter Ivan Boon. Dat er contact gaat met een hooggeplaatste van OW. En we hadden dus telefonisch contact, waar dus hij me dus ook aangaf dus dat die twee maanden gestart waren. Ik heb hem ook toen gezegd van die 25% van maart en april, die zijn er niet bij. En die TWK, en hij gaf mij aan dus dat hij op de hoogte was daarvan. En dat hij hard bezig was om dat ook in orde te maken. Tegen over 3 uur heb ik toen een app van hem gehad, waarbij hij mij dus aangaf dus dat die 4 maanden, augustus tot en met november, de ressuus in orde waren en dat het ook al betaalbaar was. Boon zegt verder dat er landelijk 130 tot 140 bussen worden ingezet om de passagiers op verschillende trajecten te vervoeren. Dit betekent dat de vraag naar deze bussen ook groot is. Er bestaat een heel grote behoefte. Want hoe dan ook, u had het net over de tarieven. Het zijn tarieven dus die de mensen dus die het echt hard nodig hebben, vooral in deze tijd. Het zijn die mensen die gebruik maken van de bussen. Het zijn mensen die het echt moeilijk hebben. De mensen nemen kaarten bij het NVB. En wanneer ze dus betaling krijgen eind van de maand of wanneer er betaald wordt, wordt dat afgetrokken. Dat betekent dus de kaarten die men krijgt, ze worden verkocht in de bussen. En met dat klein beetje geld, want het dekt niet dagelijks de benzinekosten, hoor, dat ze een deel hebben om te kunnen tanken. Ivan Boon, ondervoorzitter van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname, OBS. Volgens hem blijven de NVB-bushouders voorlopig in actie totdat de regering de achterstallige subsidieverhogingen heeft uitbetaald.